Maar er is er ook eentje boven aan het werk. Ook Rijka, die heb ik even naar boven gestuurd van begroet er maar. Want onze Rebecca is daar. Alleen nog zitten we weer in de herrie. Ik weet niet of jullie het horen. Maar er wordt geboord. Nou, niet fijn dus. Ja, lieve vrienden, ik heb koffiewater opstaan en het is vandaag zaterdag 25 april en 10 over 12. Ik heb Rijka al uitgelaten, maar er is er ook eentje boven aan het werk. Ook Rijka, die heb ik even naar boven gestuurd van begroet er maar, want onze Rebecca is daar. Ja, en in de vrije tijd, want gisteren kon ze zelf niet omdat de auto kapot wordt, dus ja. Wees even een paar uurtjes van de vrije dag in. Ja, toch? Het is vandaag ook precies de 25e. Vandaag is precies 3 jaar en 2 maanden mijn mannetje weg. Ja. Dus ja, we hebben weer zo'n een dag, weet je wel? Een beetje dubbel. Maar ja, we gaan er gewoon wat gezellig van maken. Vanmiddag dus naar mijn broer en mijn schoonzus toe. En nu is het een bakje koffie en een beker thee voor Rebecca en even de diertjes verzorgen en mezelf even eten geven. En dan zien we wat de dag ons verder brengen zal. Ja, het is in ieder geval hier al bewolkt en triest en er zit er een aan de buitenkant van het raam. Meneer Kandolf. Ja, dat, dan moet ik even de koffiepot nog hebben. Die staat hier. Hé, meneertje Kandolf, ja, die wilde graag in. Nou, wacht maar even. En zo, dan kan daar water op. En zo. Een bakje koffie voor Ikke. En een beker water voor Rebecca. Zo, en dan zullen we zo meteen meneer Kandolf even binnenlaten en ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, proberen wij ook te doen. En we komen de dag gewoon wel weer door. Ik zou zeggen, tot later en tot ziens maar weer hoor. Ja, lieve vrienden, Rebecca is weer weg. Dat ik zit aan mijn tweede bak koffie. En alles is hier verder schoon en netjes. Alleen nog zitten we weer in de herrie. Ik weet niet of jullie het horen, maar er wordt geboord. Nou, niet fijn dus. Nee, het overstemt zelfs mijn televisie, die ik momenteel het geluid even vanuit heb. Maar het is gewoon niet leuk. Dus, maar ik ben blij dat ik dan vanmiddag even de deur uit kan. Ja, ik moet zo eerst even naar de winkel toe. Doe ik eventjes snel, zonder Rijka natuurlijk. En als ik naar mijn broer toe ga, mijn schoonzus, ja, dan neem ik Rijke uiteraard mee, ja. Ik ga ze met Bono spelen. Hey Win, meisje? Nou, geen aandacht. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, het zonnetje is bezig om er doorheen te komen. Dus laten we hopen dat ze dat gaat redden en dat de bewolking een beetje weer wegtrekt. Ja, want dit is... niet leuk, ook is de bewolking nogal scherp aan je ogen. Je moet echt een zonnebril op hebben als je er niet tegen kan. Zoals ik. Dus ik doe gewoon een zonnebril op. Ja. En nou, voor de rest van zon te beleven wat de dag verder gaat doen. En we wandelen gewoon die kant straks op. Ja hoor, komt wel goed. Tenminste wandelen, ik weet het nog niet wat ik doe. Wandelen of de booster nemen, ik weet het nog niet. Nee, zie ik dan wel. Ja hoor. Want als, ja, als ik loop, dat is natuurlijk ook weer voor mij zelf 3 kwartier lopen. En dan met de booster, dan ben ik er met 10 minuten. Oh. Dus, maar oké, maakt niet uit. Ik zie wel wat ik doe. En ik moet toch ook even een appje sturen. Ik kom er nou aan of wat dan ook. Want ze zijn ook zelf aan het werk aanbouwen of nieuwe veegde bank wouden ze doen, dus ja.
merk het wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei. Yes, lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is koud. Ja, ik had de handschoenen aan. En een gezellige middag gehad. Ja, het is nu inmiddels 16 uur 31. En ja, het is niet bepaald warm. Nee, echt niet. Mijn hemel. Maar ik was dus op de booster gegaan, want ik, anders werd het allemaal te laat. Want ik ben eerst dus de stad in geweest, ook zonder Rijka. Want ik moest nog even wat halen. Ik denk, nou weet je wat, ze is jaar geweest begin dit jaar. En toen kon het allemaal niet. En weet ik veel wat er allemaal aan de hand was. En ik ook had op dat moment niet zoveel geld. Ik denk, nou weet je wat, haal ik nou even ook wat voor de verjaardag nog. En ook vanwege dat ze verhuisd zijn. Dus ja, hartstikke leuk toch allemaal. Dus hek even gehaald. En toen keek ik op mijn loodje, ik denk, ja, als ik nu lopend ga, ik denk, dan wordt het mij te laat voordat ik daar ben. Ik denk, hup, we gaan lekker met de booster. Dus ik heb Rijka opgehaald en we zijn die kant opgestiefeld en daarnet bij hun vandaan. Nog eventjes omgereden dat ik even door een park heen, tenminste een park, het is een wandelpad naast een gracht wat de linie heet. Ik denk, nou daar mag ze plassen en poepen. Ik denk, hup, gaan we daar even langs. Even een ommetje. En dan zo weer op huis aan door het centrum heen. Ja, heeft toch een leuk ommetje gemaakt, of niet dan? Ja. Maar het is koud en het is in huis ook niet al te warm meer. Dus ik ga zo meteen de kachel aandoen. Hij is de hele dag uitgestaan, dus ik heb mijn best gedaan wat dat er gaat. Maar met de zon erin is het ook 1, 2, 3 niet nodig. Als het hier 21,5 graden is, vind ik het prima. Maar het wordt nou te koud en vooral als je artroos hebt of reuma hebt of wat voor vorm dan ook. En je hebt pijn door de kou, dan moet je zorgen dat je huis wel warm wordt. Ja. Hé, Kandolf. Kandolf is ook weer binnen. Ja, ook voor hem. Die denkt ook bij zichzelf, ik wil naar binnen, het is mij te koud. Dus die is ook binnengekomen. Nou, lekker toch? Zal ik er allemaal binnen. Rijka die legt nou voor pampers op de bank. Die denkt ook, ik ben moe. Nou, dat mag. Ja. Dus. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Voor straks natuurlijk smakelijk eten en bon appetit. Ja, zeg ik voor mezelf er ook altijd bij. Smakelijk eten, bon appetit en dan heb ik er een wijntje bij en dan zeg ik prutjes. Ja. Zeg ik altijd zo. Eet, smakelijk eten, bon appetit, prutjes. En dan neem ik een slokje wijn. En dan gaan we eten. Ja. Maar ja, ik bid eerst hoor. Ja. En joekte. Zo. Dat, ja. Ik ga sluiten en ik zou zeggen tot later. Ja. Ik zou zeggen doei.